Ik ben Suzanne Koning en ik werk bij CoreDate. Ik ben fondswerver. Ik ben Stephanie Gordijn. Ik ben digitaal stratege bij CoreDate. CoreDate werkt voor de allerarmste mensen en werkt in eerste instantie op noodhulp en daarna aan blijvende structurele oplossingen door gezondheidszorg, onderwijs en werk en inkomen. We hadden een heel concreet doel gesteld. We wilden 10.000 meisjes naar school helpen. En dat is wat we doen, onderwijs bieden aan alle armste kinderen. Ja, en waarom meisjes naar school? Kijk, onderwijs is de basis voor zelfstandig leven en toekomstperspectief ook. Het is dus gewoon heel belangrijk dat ook meisjes naar school gaan. Omdat heel vaak meisjes thuisgehouden worden, omdat ze voor de broertjes en zusjes moeten zorgen, moeten werken op het land. En mensen het ook eigenlijk niet zo belangrijk vinden dat meisjes naar school gaan, omdat ze later toch voor het gezin gaan zorgen. Dus vaak worden de jongens, de broertjes wel naar school gestuurd en de meisjes niet. We doen dat in samenwerking met RTL Boulevard. Ja, waar bestaat dan die samenwerking uit? Die bestaat uit het feit dat RTL Boulevard een hele week lang in het teken staat van fondsenwerving voor onze programma's. Om mensen mee te kunnen nemen in het verhaal. Ze te vertellen wat CoreDate doet en hoe CoreDate dat doet. Om ze uiteindelijk te laten doneren. Dit jaar zijn een aantal meisjes geportretteerd die niet naar school gaan. En gekeken vanuit hun perspectief wat zij graag zouden willen. Hoe zij school zien. Die portretten van de meisjes zijn getoond tijdens de uitzending. In de uitzending riepen wij op om te sms'en, sms school naar 3669. Je opent de betaalapp op je mobiel en reken af zoals je eigenlijk wel gewend bent. En via de bedankpagina van je bankomgeving kwam je op een CoreDate pagina met een Abby chatbot. Ja, want dan zijn we natuurlijk blij met iedere donatie. Alleen zo'n donatie is wel anoniem, in die zin, ja, daar hangt de telefoonnummer aan, maar verder geen opt-in natuurlijk. En wat gebeurt is, als je gedoneerd hebt, dan word je geleid naar een bedankpagina bij ons op de website. Daar krijg je een echt superleuk filmpje te zien van de meisjes die je bedanken. En daar ga je eigenlijk meteen door een chatbot in, waarin er nog een aantal extra vragen gesteld hebben aan de donateur. Maar waarbij we ook meteen gevraagd hebben of de donateur nog op de hoogte gehouden wil worden door ons over deze campagne. Met een opt-in vraag voor een e-mail en ook een opt-in vraag voor sms-updates. Ook daar hebben we nog best wel wat opt-ins uit gekregen, die we anders natuurlijk ook niet hadden gehad. Kijk, het doel was om kwalitatievere leads, donateurs en inzichten te krijgen. Aan de andere kant realiseerden we ons wel dat door deze extra stapje een drempel opwerpt, waardoor we denken van ja, maar misschien gaan mensen het dan helemaal niet doen. Of de verwachting was dat mensen ook hogere bedragen zouden gaan sms'en. Maar nou ja, is dat wel zo? Weet je, dus het feit maken mensen de donatie af. Welk bedrag gaan mensen dan doneren? Heel spannend. Nou, we wilden eigenlijk mensen zo snel mogelijk overhalen om te doneren. Dus we wilden dat proces zo soepel mogelijk inrichten. Dus dat betekent dat je eigenlijk vooraf geen gegevens vraagt en het pas achteraf doet en mensen daarin de keuze laat of ze het wel of niet achter willen laten. Ja, dat zijn natuurlijk wel de belangrijke overwegingen en spanningspunten voor ons om waarmee we gestart zijn. Dus dat was zeker wel spannend. Ja. Ja, dat was heel fijn. Jullie waren beschikbaar. Volgens mij hebben we best heel veel vragen aan jullie gesteld. En zijn we ook best wel veel eisend geweest in wat we hebben neergezet. Maar ik vond jullie zeer deskundig, enthousiast, altijd beschikbaar. Ook tijdens de uitzending zaten jullie met een groot team bij CM mee te kijken. En nou ja, als er iets was, dan kon ik meteen schakelen en dat was gewoon heel fijn. Voor ons zeker een nieuwe, interessante manier om nieuwe donateurs te werven. Natuurlijk hadden we ook de kracht van het grote RTL, Boulevard en de presentatoren die het heel goed gedaan hebben en die de oproep ook heel goed hebben overgebracht naar het publiek. Ja, dit heeft wel echt voor ons veel
meer gebracht dan hoe we het voorheen deden. Dus. Het is zeker een hele interessante case, want het is een, ik denk, een manier van werven wat heel goed bij deze tijd past. Nou, het is zeker vernieuwend, ja. Absoluut, ja, super gewoon. Wij waren eigenlijk vanaf dag 1, de dag na de maandag, hè, op 18 november, waren wij helemaal in een jubelstemming. Want als we keken naar de cijfers, was het echt zo goed. Conversiecijfers, gemiddelde gift, aantal sms'jes, nou ja, totaalbedrag wat we binnen hadden gekregen. Ja, je ziet dan toch wel wat je vraagt, is wat je terugkrijgt. De hele campagne die was ingestoken of werd iedere keer teruggegeven dat het €27 is om een meisje een jaar lang naar school te kunnen laten gaan. Nou ja, goed, we konden natuurlijk goed terugzien wat dan de bedragen waren die mensen teruggaven. En we zagen dat €27 wel het meest gegeven bedrag was. Op woensdag hebben we onze target al gehaald. Dus die 10.000 meisjes kunnen we naar school helpen. En aan het einde van de campagne hebben we zelfs de 15.000 ruimschoots overschreden. Dus ja, we kijken met een heel goed gevoel terug op de campagne. Het is heel goed gegaan.